De motivatie om deze sponsoractie te beginnen ligt gedeeltelijk in het verleden met de ervaring die we hebben gehad bij EDA. Daar hebben we wel eens wat van die dingen gedaan. Mensen kennen mij nog van EDA. En die belangrijkste motivatie is dan dat wij als ondernemers in Nuenen ook onderdeel willen uitmaken van deze gemeenschap. Wij hebben ongeveer 100 mensen in dienst uit Nuenen. We hebben iedere week 13.000 mensen uit Nuenen over de vloer die hier om boodschappen komen doen. Nou, dan ben je onderdeel van die gemeenschap. Daar kun je niet om de gemeenschap heen. Nou, de actie hebben we opgezet voor ongeveer 10 periodes, oftewel 10 keer 4 weken. En we hebben alle verenigingen in Nuenen en clubs hebben de gelegenheid gegeven om zich in te schrijven. En zo zelf te gaan bepalen wat ze dit jaar in de clubkas gestort krijgen. En het is ons aangelegen om natuurlijk zoveel mogelijk mensen hier over de vloer te krijgen. Zoveel mogelijk buren, kennissen, leden van de clubs. En die kunnen dus al hun kassabonnen, al hun aankopen die ze hier doen, kunnen ze in de ton van hun club deponeren. In de periode dat hun aan de beurt zijn om te sparen. En over dat bedrag krijgen ze een percentage uitgekeerd in hun clubkas. Oftewel voor elke €250 aan inkopen die ze doen, krijgen ze €2,50 in de clubkas. Wat kan het opbrengen? Nou, zonder met allerlei cijfertjes te gaan lopen strooien, weten wij dat we in het verleden, toen wij dat in onze EDA-tijd al gedaan hebben, deze actie, hebben we ongeveer 100.000 gulden uitgekeerd. Nou, als je dat omrekent naar de tijd van vandaag, hè, de prijzen in Nederland en hoe het prijsniveau is, verwachten wij dat we ongeveer 50.000 tot 60.000 euro gaan uitkeren. En zoals ik al eerder probeerde aan te geven, als je zoveel mogelijk familieleden, buren, kennissen, maar vooral ook andere verenigingen weet te motiveren om jou te helpen voor jouw club, ja, dan gaan ze jou vanzelf ook weer helpen als jij in de beurt bent om te sparen. Wij zijn Carina en Jochen Stop, organisator van Kleur en Caravan. Eerste Pinksterdag organiseren de festival Multiculturale Nuenen. Kleurencaravan wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Het is een multicultureel festival, zoals Carina al zei. Het vierde jaar en het wordt een heel groot spektakel in het park in Nuenen. Onze motivatie om mee te doen met de C1000-actie van Tom Grimberg is de volgende. Kleurencaravan is een niet-commercieel evenement. Daar wordt niets op verdiend. De deelnameprijzen zijn heel erg laag. Echt om alle mensen uit andere landen die hier in Nuenen en omgeving wonen makkelijk mee te kunnen laten doen. Dus we hebben heel erg hard geld nodig om het festival mogelijk te maken. En er is geld voor nodig. Dus deze actie van Ton Grimberg, die komt als een geschenk uit de hemel. We hopen dus dat iedereen hun kassabonnetjes in de periode 26 maart tot 21 april in de bus van Kleurencaravan doet. Capsoenes is een groep van volwassen spelers die musicals brengen voor kinderen. Dat doen we één keer per jaar, 4 voorstellingen in het klooster. En daarna nog 4 voorstellingen in de huizen voor verstandelijk gehandicapten hier in de omgeving. Wat is jullie motivatie om met de C1000 sponsoractie mee te doen? Ons streven is altijd om de musical zoveel mogelijk toegankelijk te laten zijn voor alle kinderen. Ook de mensen die het wat minder kunnen betalen. En er bestaan op dit moment ook nog wel grote gezinnen. Dus we willen eigenlijk de prijs van de musical zo laag mogelijk houden. We produceren alles zelf, we maken zelfs de tekst zelf. En dan is geld om die entreeprijs zo laag mogelijk te houden. Daarvoor is het heel belangrijk dat wij via andere wegen geld binnenkrijgen. Nou, wij zijn het Gerwes Gemeen Koor Sint-Cecilia. Wij bestaan volgend jaar 125 jaar. En dat is eigenlijk een beetje de aanleiding waarom wij met deze actie meedoen. Want wij willen daarvoor van alles gaan organiseren. Met oude koorleden, een dagje weg. Hè, we hebben een feestjaar, maken we ervan. Dus, en zo proberen we dat te bekostigen met van allerlei acties. Zoals Bloementuin en nu met de actie van C1000. Wat voor soort muziek maken jullie? Wij zijn heel gevarieerd. We zingen dus kerkmuziek en musicals, opera, operette, maar ook gospels. Dus alles komt aan bod. Hoeveel leden heeft de vereniging? Op het moment hebben we nog zo wat 50 leden. Ja, ja.